Het is vandaag donderdag 21 oktober. Ja, code geel vandaag. Hè. Ik heb weer eens mijn leven gewaagd om hier vandaag aanwezig te zijn. En dan heb je code geel met omvallende bomen, langs vliegende koeien overleefd. Dan moet je hier nog langs de beveiliging zien te komen. Daar is eigenlijk altijd code oranje. Maar goed, we zijn er. Ik heb mijn leven ervoor gewaagd. Mijn leven en trouwens ook mijn volledige verzameling komen over het jaar van 2021, 2020 en de helft van 2019. Want ik moest net tanken. Code leren zeg, voor een gemiddeld ritje van Woerden naar Gouda moet je 50 uur dansen op SBS6. Ik stond van de week voor het stoplicht in Amsterdam en er kwam ineens een zwerver naast mijn auto staan. Hij tikte op het raampje, dus ik doe het raampje op. En ik zeg, nee, sorry, ik heb echt geen geld voor de nachtopvang. En hij zegt, nee, ik wilde jou wat geven voor de nachtopvang. Het ging hem als winkelwagenbestuurder aan het hart hoe het gesteld is met de gemiddelde Nederlandse autorijder. En nu net ook weer, ik moest weer tanken, weer volgegooid dat ding. Duur, niet te doen zo duur. Je weet dat je duur hebt zijn tanken als je bij het tankstation moet afrekenen bij je hypotheekadviseur. Ik zeg, pomp 4 alsjeblieft. Hij zegt, is goed. En wil je de rente 10 of 15 jaar vastzetten? Ik zei, nou, ik wil vooral niet de hoge maandlasten hebben. Dan heb je eigenlijk twee opties. Zei hij, A, je gaat in een tiny house wonen. Ik zeg, B, laat me nou eens met rust. En B, zei hij, is een zuinigere auto gaan rijden. Want je rijdt best veel, hè. Dat is best wat op te besparen als je wat kleinere, zuinigere auto gaat rijden. Ik zeg, wat moet ik dan rijden? Hij zegt, nou, ik heb even met je inkomen zitten stoeien. Even zitten rekenen met je cijfertjes. En met jouw inkomen kun je momenteel het beste een Skelter gaan rijden. Een Skelter of een trapauto, één van de twee. Of een van die autootjes die buiten de kruidvat staan, hè. Zo'n autootje voor de kruidvat. Waar je een euro in doet en die dan een beetje lafjes heen en weer wiegt. Die was ook haalbaar, mits ik een beetje zuinig leefde. Hij zei, het is dat of een Dacia, zei hij. Die zijn lekker goedkoop. Heb je wel eens nagedacht over een Dacia Sandero, vroeg hij. Maar als de keuze is of een Dacia of geen auto, ja, dan toch liever naakt met een tennisbal in mijn bek. Met mijn armen om mijn rug gebonden, kruipende zonder kniebeschermers naar de plek van bestemming. Alles beter dan een Dacia. Ik stond van de week naast iemand te tanken met een Dacia Sandero. Ik zeg tegen die vent, als jij die volgooit, heb je 3 keer de waarde van je auto dan tanken. Ben je gek geworden? Je kunt beter iedere dag een nieuwe Dacia Sandero kopen. Dan ben je goedkoper uit. Nou, je kunt eigenlijk beter iedere dag geen Dacia Sandero komen en het leven gewoon helemaal opgeven. Want als je in een Dacia rijdt, heb je leven sowieso natuurlijk al een beetje opgegeven. Ik zag laatst iemand die rijles had in een Dacia Duster. Dat bestaat dus. Dat is net zoiets het leren lopen van Lucille Werner. Als je in een Dacia rijdt, je bent gewoon klaar. Oh, dan interesseert het je echt niet meer. Dan is het eigenlijk gewoon klaar met je leven. Kijk maar eens naar binnen bij elke Dacia waar je nu langs rijdt ook. Er zit nooit een lekker vlot iemand in. Dat is altijd een subcut. Er zit altijd een soort CDA-vrijwilliger in. Altijd een soort Bert zit erin. Dat is nou een typische Dacia-rijder is een Bert. Ik had ooit een Bert als rijinstructeur. Dat was ook dat was gewoon helemaal een Bert. Een prima vent, maar wel een Bert. Want iedereen weet, een Bert is nooit een vlotte gozer. Dat is altijd een beetje een subcut. Dat is gewoon een feit. Een beetje van die man die de auto was op zaterdag en daar dan 3 uur over doen. En die daarna de tuin schoffelen en zo. Zo'n Bert die de bal niet teruggeeft als er een bal in zijn tuin wordt geschopt. Zo'n Bert die in de schuur zijn gereedschap heeft opgehangen met lijntjes om het gereedschap, zodat hij kan zien waar het hing. Dat is een Bert. Altijd een 50er ook. Een Bert is nooit jong geweest, volgens mij. Nee, je hebt geen kind dat Bert heet of zo. Kan ik me tenminste niet voorstellen. Niemand noemt zijn baby Bert, toch? Nee, maar dat kan gewoon niet meer. Nee, volgens mij wordt iedere Bert op zijn 43ste geboren of zo. Ik kan me niet voorstellen dat ergens in Nederland nu een babykaartje door een brievenbus valt met daarop, blij en verheugd zijn we met de geboorte van onze wolk van een baby Bert. Dat gaat niet. Mijn rijinstructeur was een enorme Bert. Het grootste deel van de les was ik eigenlijk al kwijt en allemaal Bert-dingetjes. Ik had mijn eerste rijles, ik wilde instappen. Maar hij riep, ho, 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 eerste rondje rond de auto ter controle. Ik zeg, ter controle waarvan? De staat van de auto, zei Bert. Dus wij een rondje om die auto heen. Nou, zegt Bert. En? Ik zei, nou, hij staat er nog steeds. Ja, laten we gaan rijden. Maar nee, toen moest ik ook nog de bandenspanning en het profiel controleren. Eindelijk mocht ik instappen. Dus ik denk, nou, hè, dan gaan we nu eindelijk rijden. Dus ik wil de motor starten. Zeg, ho, ho, ho. Je gaat weer veel te snel. Ik zeg, hoezo? Alles doet het toch? Ja, maar staat je stoel goed? Is je spiegel goed afgesteld? Doet al je verlichting het wel? En ik zeg, Bert, even tussen jou en mij. Waar denk je dat we in zitten? We zitten in een Seat Ibiza, Bert. Niet in een Airbus 380. Overdrijf je niet een klein beetje. Komt er zo ook nog een purser uitleggen waar de deuren zitten in geval van nood? Stel je niet zo aan. Maar goed, ik zie de Skelter alweer voor de deur staan. Ik hoop hier volgende week weer te zijn. Ik kan niks beloven op dit moment. Maar hoe is nog even de vraag. Tot volgende week. Martijn, dankjewel. En tot volgende week. Tot volgende week.